Ik weet dat wij op Suriname kunnen rekenen. Suriname weet dat het op Nederland kan rekenen. En onze persoonlijke band, onze persoonlijke vriendschap staat daarvoor, wat mij betreft, garant. Nogmaals, heel veel dank voor de komst. Ik voel me zeer vereerd. En echt historisch dat we na zoveel jaren hier weer zo samen kunnen staan als Suriname en Nederland. Geweldig, dank u wel. Met het bezoek van mij als president aan Nederland, maar bijzonder in het goed gesprek met premier Rutte, kan ik u bevestigen dat als het aan ons ligt, de relatie volledig is hersteld en een goede basis heeft gelegd om nu verder te gaan naar alle niveaus van samenwerking. We zullen doorgaan om met de samenwerking het bestuur in Suriname te versterken, de rechtshandhavingsinstituten te versterken, de rechtsbeschermingsinstituten te verbeteren, maar ook samenwerken uitbreiden naar de instituten die verantwoordelijk zijn voor de productie. De instituten die verantwoordelijk zijn voor wetenschappelijke bijdrage aan de ontwikkeling. Ook op het agrarisch gebied, maar ook op het gebied van universiteit. Dit is wat de beide samenleving willen van ons als politieke leiders. Het creëren van mogelijkheden, het creëren van randvoorwaarden, het creëren van faciliteiten, zodat zij daaronder heel goed met elkaar kunnen samenwerken. En die barrières die er zijn in die samenwerking, die weggehaald kunnen worden. Mark, geweldig dat we dit voor onze samenleving kunnen doen. Bedankt voor de samenwerking en de ondersteuning. Jij hebt dank voor je prachtige woorden. En helemaal eens. In Suriname is het voor Surinaamse Surinamers moeilijk om naar Nederland te reizen. U had het net over een deel van de samenleving die hier is en een ander deel in Suriname. Ze willen elkaar graag ontmoeten, maar daar zijn barrières. Die gelden niet voor Surinaamse Nederlanders. De vraag is of daar ook aan gewerkt kan worden, zodat de barrières voor de Surinaamse Surinamers minder worden om hun familie te bezoeken in Nederland. Vraag over die reizen. Het last, COVID is hier natuurlijk een probleem. We hebben natuurlijk verschillende situaties en soms ook verschillende regels. Reizend vanuit buiten Europa naar Nederland en vanuit Nederland naar buiten Europa. Dus dat kan een punt zijn. We hebben afgesproken wat daar binnen de kaders mogelijk is te doen om het zo soepel mogelijk te laten verlopen. Maar ja, daar heeft de epidemiologie dan natuurlijk, is daar leidend. Het tweede is het afschaffen van visumplicht voor Suriname. Dat is iets. Daar gaat de Europese Commissie over. Dan zal Suriname, heb ik begrepen, ook nog een aantal stappen moeten zetten. Maar Nederland heeft wel gezegd dat wij voorstander zijn dat de Europese Commissie hier echt naar gaat kijken. Dus ook daar willen wij bij helpen om te bezien wat nodig is om daar de vervolgstappen in te kunnen zetten. Maar dat is niet een besluit wat Nederland kan nemen. Dat is echt een bevoegdheid van de Europese Commissie. Hebt u de kwestie Boutersen vandaag nog besproken met uw Surinaamse collega? De naam is niet gevallen. De naam is niet gevallen. Nee, we hebben het wel over zijn voorganger gehad een paar keer. Maar de naam is niet gevallen. Maar niet over Desi Boutersen. Nee, over zijn voorganger. Dat is natuurlijk Desi Boutersen. Maar nee, hij is niet gevallen, dat naam. Nee. Is de relatie nu zo goed dat koning Willem-Alexander ook een officieel bezoek kan brengen aan Suriname, zoals de Tweede Kamer wil? Ja, dat zou kunnen. Kijk, het punt is, daar kan ik geen beloftes hierover doen wanneer de koning wel of niet naar landen gaat. Dat wordt ook jaren van tevoren voorbereid, dus daar zijn nu geen aankondigingen over. Maar er zijn in ieder geval, laten we zeggen, in de relatie geen belemmeringen. Maar het is niet zo dat de koning onmiddellijk gaat naar alle landen waar in de relatie geen belemmeringen zijn. Want dat moet ook in de agenda's passen, het moet allemaal kunnen. Maar zowel voor mij om naar Suriname te gaan, maar zeker ook en uiteraard ook voor de koning, daar zijn geen belemmeringen. Toch nog even aan te sluiten op die eerste vraag, dat wij als regering, ik als president, wel die uitnodiging zal sturen naar de koning van Nederland en ook de premier Rutte. Dat zullen we wel doen. Dus op zeer korte termijn. Meneer Rutte, u sprak net van een hernieuwde relatie. Dat betekent dat de relatie ook lang minder goed is geweest. Hoe is het om zaken te doen met een regering waarvan de vicepresident in Nederland veroordeeld is en hier opgepakt zou kunnen worden als hij hier landt? Nee, op zichzelf staat het lidmaatschap van de heer Brunswijk van de regering niet in de weg aan een hele goede relatie met Suriname en een uitstekende samenwerking. Wij doen zaken met de regering van president Santokki en dat doen we uit volle overtuiging.
Wij respecteren ook de keuzes van het Surinaamse volk en de positie van Brunswijk binnen de regering. Feit is wel dat hij natuurlijk in 1999 in Nederland bij verstek is veroordeeld tot 8 jaar gevangenisstraf. En daarom zal de Nederlandse regering geen contact hebben met de heer Brunswijk, behalve als daar een functionele noodzaak voor zou zijn. Dus dat is onze positie op Brunswijk, maar dat staat op geen enkele manier in de weg aan de uitstekende relatie tussen Nederland en Suriname. En een vraag aan president Santokki. Wat is nou uw oproep aan de diaspora, aan de Surinaamse Nederlanders? Wat verwacht u van hen? Ik ga wat aankondiging doen aanstaande vrijdag aan de diaspora gemeenschap dat ze met minder stress zullen reizen. Maar ik laat het voor aanstaande vrijdag. Maar dat is onze taak. Dat wij de randvoorwaarden creëren, maar tegelijkertijd hun oproepen om een bijdrage te komen leveren aan Suriname. En tegelijkertijd een oproep aan hun om alle mogelijkheden die ze hebben binnen hun netwerkorganisatie in te zetten. Om ook een handje te helpen om het land uit de crisis te gaan. Dank. Dank u wel. Heel bedankt. Vaarwel.